De bond bij de Stichting Volkshuisvesting Suriname SVS is al anderhalve week in een sit-down actie. Nadat de bond gisteren dreigde het bedrijf vandaag volledig plat te leggen, kreeg zij een uitnodiging om in gesprek te gaan. Bondsvoorzitter Michael Salons zegt dat de directeur van de stichting, Adilio Vrede, bij zijn aankomst aangaf geen mandaat te hebben. Dus ik rijd naar binnen en ik word gebeld, ja, om naar de directeur te komen voor een tête-à-tête. Ik dacht van, ja, wat gebeurt er? Ja? Ik ga en ik hoor dat hij weer geen mandaat heeft. Waarvoor ben je directeur als je geen mandaat hebt? Ja? Dat ding is, die regel is, ja, dat je met ons onderhandelt, qua loonsverhogingen, wanneer je met ons hebt onderhandeld, ja, dan ga jij goedkeuring zoeken bij de RVC en de minister als directeur. Want dat is die lijn die we volgen. Maar het lijkt alsof het omgekeerd gebeurt hier. Als je me komt zeggen dat je wacht op de minister en de RVT of wie dat ook is, ja, dan hoef je geen directeur te zijn toch? De leden eisen een loonsverhoging van 75% en geven aan dat zij het niet langer zullen accepteren dat er met hun wordt gesold. In de CAO tussen het personeel en de stichting wordt er aangegeven dat er elk jaar onderhandeld moet worden over de loonsverhoging. Vanaf vorig jaar is dit niet meer aan de orde gekomen. Sandra Tolut, penningmeester van de bond, zegt dat ook zij de beloofde koopkrachtversterking van 700 Surinaamse dollar niet hebben ontvangen. Ze zullen het merken. Waaraan zullen ze het merken? Ze zullen het merken, dat alleen zeg ik. We worden onderschat, maar ze moeten voorzichtig zijn. Niemand speelt politiek met ons. Want ik krijg het gevoel alsof er politiek met ons wordt gespeeld. En wij hebben ook gezinnen. Hoe zij ook gezinnen hebben, hebben wij ook gezinnen. Waarom krijg je het gevoel alsof men politiek met u aan het spelen is? We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Is er in de tussentijd gesprekken gevoerd tussen jullie en de leiding? Ja, we hebben gesproken en aangezien de leiding heeft aangegeven dat hij niks voor ons heeft, zitten we weer hier. Is dat geen reden om dan naar de minister te stappen? We zijn al bij de minister geweest. Wat is uit de bus gekomen? Dat we door moesten gaan met de directeur en hij heeft aangegeven, hij heeft niks. Onze redactie ging in gesprek met directeur Vrede, die uitlegt dat de stichting samen met het ministerie van Sociale Zaken en de Raad van Toezicht aan het brainstormen zijn over het tegenbod. We hebben gisteren de voorstellen gepresenteerd aan de Raad van Toezicht, maar de Raad van Toezicht moet ons dan mandaat geven en dat mandaat kunnen ze geven nadat ze eigenlijk de voorstellen ook aan de minister heeft voorgehouden en dan gaat de minister akkoord geven en dan gaat de Raad van Toezicht mij akkoord geven voor onderhandelingsplafond en dan ga ik dan een onderhandeling treden met de bond. U praat over voorstellen, over welke voorstellen, waarover gaat het? Het gaat namelijk om een tegenbod. De bond heeft hun voorstel reeds lang voorgehouden in een eerste bespreking. En natuurlijk hebben we dat meegenomen in de financiële calculatie. En wij als leiding van de organisatie moeten namelijk met een tegenvoorstel komen op basis van een financieel verantwoordelijk beleid. De bond geeft aan dat zij de acties zullen verscherpen indien zij voor maandag geen tegenbod van de directie krijgen. Overigens geeft directeur Vrede aan niet te kunnen voldoen aan de salarisaanpassing van 75%. Hoeveel er wel kan worden aangeboden wil de Vrede nog niet kwijt in afwachting op de onderhandelingen met de bond.